Hi, Peter Meijburg hier van slimmermetopties.nl. Ik wilde meteen eventjes overgaan naar een artikeltje dat ik zojuist vond. Een artikeltje van Reuters van 4 maanden geleden. En daar staat Goldman Sachs expects US buybacks to top 1 trillion in 2025. Dus ja, de grote bank Goldman Sachs die verwacht dus 1 biljoen aan eigen aandelen inkoop volgend jaar. En als we hier nog even kijken naar dit grafiekje, dan zie je ook hoe dat enorm is toegenomen. Die terugkoop van die eigen aandelen, vooral sinds 2020, is dat gigantisch hard gegaan. En ja, als bedrijven hun aandelen inkopen, dan is dat natuurlijk ontzettend bullish. Hè? Want er wordt enorm veel gekocht. Ja, een beetje kunstmatig natuurlijk, wordt die koers hoog gehouden. Erg gunstig natuurlijk voor het management, want ja, hoe hoger de koers, hoe groter de bonussen die ze krijgen. Maar in ieder geval wordt dus voor een gigantisch bedrag elk jaar aan eigen aandelen ingekocht. En ik zal er zo nog eventjes iets meer over vertellen. Ik wilde eerst even kijken wat de beurzen hebben gedaan. En dan beginnen we met de SPY. Ik heb hier wat van die verticale lijntjes staan, daar zal ik zo even op ingaan. Maar ja, de SPY die ging donderdag en vrijdag iets omlaag. Je hoort online al verhalen van we moeten verkopen. Nou ja, ik denk dat zover is het nog lang niet. Zeker niet als we op de weekgrafieken kijken, zie je. Dan is er eigenlijk nog niet gek veel aan de hand. Je ziet hier wel een klein beetje zo'n, ja, wat ze noemen zo'n topping tail. Maar nu in ieder geval nog niet iets om je heel veel zorgen over te maken. En ja, als we kijken naar de ETF van de Nasdaq. Ja. 2 negatieve dagen, maar nog steeds stijgend. De Dow Jones die had zelfs zijn beste week sinds mei. 1, 2, 3, 4, 5 dagen op rij. Nou, bijna 5 dagen op rij gestegen. Ging fractie van een procent vanaf vrijdag. Maar goed, de Dow Jones die hield zich eigenlijk wel heel goed. En IWM. De ETF van de Russell 2000, ja, die gaat eigenlijk al, ik zal hem even op de weekgrafiek zetten, sinds begin van dit jaar zijwaarts. Dus ja, er is niet echt heel veel aan de hand, heel veel aan te beleven. Maar goed, ja, die koers die bevindt zich nog wel boven het MA50, boven het MA200. Dus ja, misschien dat die nog wel een tijdje zijwaarts blijft gaan. Eventjes kijken nog naar, op de daggrafiek zetten, gold. GLD, nou, ik kan dit alweer even doortrekken. Goud, daar ging 1,5% vanaf afgelopen vrijdag. Maar ja, zit nog steeds in dat consolidatiepatroon, zie je. Die koers die gaat nog steeds zijwaarts. En zilver, daar ging 3,5% vanaf vrijdag. Ja, er zijn natuurlijk veel belangen ook hier. En die edelmetalen worden natuurlijk ook gemanipuleerd. Is natuurlijk ook weer niet de bedoeling dat beleggers massaal vluchten in de edelmetalen. Want ja, dat zou betekenen dat het vertrouwen in het financiële systeem niet meer zo groot is. Dus af en toe wordt hier natuurlijk flink omlaag gedrukt, die koers. Maar oké, ziet er nog steeds bullish uit. De koers zit boven het MA50. En ik denk dat hier rond de 26,30 een steun ligt. En dat komt dan overeen met de koers 13 juni. En tegelijkertijd met dat MA50. Dus zo rond de 26,25, 26,30. Daar ligt wel een steun. Ja, en als die daar doorheen gaat, dan kan die zomaar weer terug naar de 24 en een beetje. Maar ja, voorlopig is dat nog niet aan de orde. Dan nog even kijken naar de AEX. AEX natuurlijk. Nou, de AEX ging vrijdag ook een beetje omlaag. En waarschijnlijk heeft dat allemaal te maken met Amerika. Als de koersen in Amerika een beetje teruggaan, dan gaan die in Europa ook vaak. Nou, ik denk dat de eerste steun zo rond de 916 en een beetje ligt. 917. Mocht die steun niet houden, dan denk ik dat we makkelijk terug kunnen naar de 900. Maar ja, de AEX die gaat eigenlijk zo rond de 925 al een tijdje zijwaarts. Dus
ziet er eigenlijk ook nog, nu nog niet al te bearish uit. En dan hebben we nog de dollar. Daar kijk ik de laatste tijd ook naar. Dit is de weekgrafiek en je ziet, ik had al zo'n vermoeden dat die dollar naar boven zou gaan uitbreken. De koers zit boven het MA20. En je ziet dat die nu ook net is uitgebroken vrijdag. Ja, en over het algemeen is dat wat minder bullish voor aandelen. Nou, even terugkomend op die aandeleninkoop. Het is eigenlijk zo dat, wat we al zagen, bedrijven voor een enorm bedrag aan eigen aandelen inkopen. Dat doen ze natuurlijk ook met een reden. Alleen, er is een periode vlak voordat ze hun kwartaalcijfers bekendmaken. En dan komen ze in een zogenaamde blackout periode. Dan mogen het management mag dan niet eigen aandelen inkopen. Dan moeten ze wachten totdat de cijfers bekend zijn gemaakt. En dan pas kunnen ze weer eigen aandelen inkopen. Nou, tegen 4 juli, dus nu 23 juni, dus zeg maar een week of twee. Dan is zo'n 2/3 van de bedrijven die in de S&P 500 staan genoteerd, die zitten in zo'n blackout periode. En dan is er een kans op een daling. Want ja, er wordt niet zo gek veel dan meer gekocht. En als we kijken naar de SPY, vandaar dat ik hier die verticale lijntjes had staan. Je ziet wat er hier gebeurde. Dit was 28 maart tot 19 april. Dit was zo'n blackout periode. Dus bedrijven mochten hun eigen aandelen hier niet inkopen. Nou, je zag meteen dat die koers ongeveer, als ik hier kijk, nou, zeg 5,5% daalde. Hè, de koers van de S&P en dus ook van de SPY. Nou, 4 juli, hè, dan zitten dus, wat ik al zei, 2/3 van de bedrijven uit de S&P 500, die zitten dan in die blackout periode. Dus tussen deze twee verticale lijnen mogen bedrijven hun eigen aandelen niet inkopen. En ja, kans is natuurlijk aanwezig dat we dan net als hier ook weer zo'n daling gaan zien. Of misschien wel iets eerder zelfs. Dat is natuurlijk nog eventjes afwachten. Maar ja, we moeten er wel rekening mee houden. Hè? Want wat ik al zei, die koersen worden natuurlijk kunstmatig ook hoog gehouden. En als we nog even kijken naar RSI, heb ik hier. Wat je dan ook wel ziet inmiddels, ik heb dat volgens mij ook al eens vaker genoemd, dan zie je toch al een beetje negatieve divergentie ontstaan. Je ziet die koers, die maakt nog een hoger punt. RSI begint nu om te knikken en je ziet dat die een dalend lijntje laat zien. En ook in de Q's, de ETF van de Nasdaq, zien we dat een beetje. En volgens mij ook bij de Dow Jones, de Diamonds, de ETF van de Dow Jones, zie je dat dat RSI hier ook al onder dat 70 niveau gaat duiken. Alleen wat je hier ziet is dat die koers niet een hogere top heeft gemaakt. Dus hier is geen sprake van negatieve divergentie, maar je ziet wel dat RSI begint een beetje af te zwakken. Dus nou ja, we moeten het even afwachten hoe zich dat ontwikkelt, maar we moeten wel rekening houden met in ieder geval ja, een correctie. Dus dat wil niet zeggen dat de koersen nou in elkaar gaan storten, maar dus in ieder geval eventjes opletten. Eventjes nog, wat had ik vorige week geroepen? Ik had twee aandelen geroepen. Toll Brothers. Even kijken. Ik had gezegd de juli 1930-135 bear call. En dus die 130 ligt ongeveer hier. Dus de call schrijven en daarboven een call kopen. Nou, die doet het nog steeds heel goed. Mocht je die positie hebben ingenomen, dan denk ik dat die al op een leuke winst staat. En de andere die ik had genoemd was Netflix. En daar had ik gezegd de 6,70, 6,75 bull call. Dus 6,70 is, nou ik kan het niet precies, maar ongeveer, zeg ik dit goed? Ja, iets lager. Nou ja, in ieder geval die koers die staat nu op 6,86. Dus ja, ook die bull call die staat al op een leuke winst. Alleen om de volledige winst te kunnen incasseren moet hij natuurlijk nog even een tijdje
doorlopen. Maar in ieder geval ziet dat er goed uit. En ik had ook nog twee ideeën voor de komende week. Want wat je ook wel ziet is toch wel een beetje een sectorrotatie. Als we kijken bijvoorbeeld naar de ETF van de halfgeleiders, de semiconductors. Je ziet, die koers is natuurlijk bijna onafgebroken gestegen. Maar we kregen toch vrijdag behoorlijk grote rode candle te zien. Of donderdag was dat, vrijdag 1,5% bijna eraf op hoog volume. Ja, kan zijn dat die nog wat verder gaat dalen. En je zag dat eigenlijk ook bij XLK, de ETF van de technologie sector, ook hard gestegen. Maar ook donderdag zag je zo'n bearish engulfing candle. En vrijdag ietsje verder nog naar beneden. Nou, ik wil niet zeggen dat die koers ook hier helemaal in elkaar stort, maar je zag toch wel op hoog volume dat er werd verkocht. Maar wat je bijvoorbeeld ook wel ziet, is zo'n defensief aandeel als Colgate. Ja, die doet het eigenlijk heel erg goed. En dat geldt eigenlijk ook voor een aandeel als Home Depot. Zie je? Enorm hoog volume. Afgelopen vrijdag werden bijna 8 miljoen aandelen gingen over de toonbank. En ik zat zo te kijken. Ik denk wel dat we even kijken, een weerstandje ongeveer hier aanzien, nou, in de buurt van de 390, maar goed, ja, daar is die koers natuurlijk nog lang niet. Die staat nu op 355, dus wat je zou kunnen doen is hier onder de koers op 335 zou je een put kunnen schrijven. En ik heb even gekeken, als je de 335 put zou schrijven en de 330 put zou kopen ter verzekering, dan zou dat op basis van de slotkoersen van vrijdag nu ongeveer 60 cent, oftewel $60 opleveren. Nou, en als dan die koers tot juli 26, want daar hebben we het over, boven dat niveau van die 3,35 blijft, dan mag je die premie houden. En nogmaals, ik zeg het er altijd maar even bij, dit is geen beleggingsadvies. Ik ga niemand aanzetten tot handelen, maar dit is iets waar ik misschien zelf even naar gaan kijken maandag om dat op te zetten. Het kan natuurlijk zijn dat die koers maandag nog een beetje gaat dalen. Nou, dan gaat jouw boel put meer opleveren. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ga mijn geschreven put dan ietsje lager zetten. Maar in ieder geval, dit ziet er wel bullish uit. En een andere is Procter & Gamble. Ook zo'n bekend defensief aandeel. Hè? Als beleggers een beetje nerveus gaan worden over de technologie aandelen. Even kijken naar Nvidia trouwens, niet tot zeggen, want volgens mij hier zag je ook zo'n grote rode candle donderdag, vrijdag ook bijna 3% eraf, stijgend volume, dus was heel wat, waren heel wat verkopers. En wat je dan altijd ziet, dat geld dat, ja, dat gaat niet aan de zijlijn staan, maar dat gaat gewoon naar andere aandelen toe. En je ziet hier Procter & Gamble, een oplopende driehoek, en het zou heel goed kunnen dat maandag die koers gaat uitbreken. Nou is het altijd eventjes afwachten of dat een echte uitbraak wordt. Dus altijd even het volume in de gaten houden. Maar goed, het ziet er bullish uit. En wat je zou kunnen doen, een beetje een speculatieve trade. Had hier de juli 26 170, 175 bull call. Ik zal er even bij zetten, juli 26, want je ziet hier ook staan, earnings 26 juli. Nou, het is altijd handig om niet gedurende de earnings in zo'n trade te zitten, maar juli 26, dus dan is die positie al afgelopen als de earnings bekend worden. De 170, 175 bull call. Dus dat wil zeggen, je koopt de 170 en je verkoopt de 175 en op dit moment, ook weer gebaseerd op de slotkoersen van afgelopen vrijdag, is deze trade heel goedkoop. Tenminste, dat vond ik. Je betaalt $1, oftewel $100, om die op te zetten. Maar natuurlijk een beetje speculatief, want die koers moet eerst boven die 170 komen. Eigenlijk boven de 171 en dan ga je pas winst maken. Maar goed, het kan dus zijn, wat ik al zei, dat komende week die koers hard uitbreekt. En dan zou dit natuurlijk een leuke trade kunnen zijn met eigenlijk weinig risico. Ja, $100, dat is het meeste wat je kan verliezen.
En omdat die spread 5 punten breed is, kan die $500 waard worden. Dus maximaal heb je hier een winst van $400. Nou, toch leuk om dat in korte tijd te kunnen verdienen. Dus we gaan het afwachten wat volgende week ons gaat brengen. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Als dat zo is, duimpje omhoog. Daar ben ik altijd heel blij mee. Bedankt alvast. En ik hoop je volgende week weer terug te zien. Dag!